Vanochtend zet hij zijn eerste stappen in het Cars Jean Stadium. Ricardo Kisna is terug in de stad waar het voor hem allemaal begon, in Den Haag. Komend jaar speelt hij op huurbasis voor Ado Den Haag. Gisteren leek het nog een grap, vandaag werd hij gepresenteerd. Maar hoe is deze opzienbarende transfer eigenlijk tot stand gekomen? Ja, eigenlijk heel onverwachts. Maar um, ja, op een gegeven moment kom je op een punt in je carrière dat je denkt van. Um... Je wil een doorstart maken. Op een gegeven moment ging het niet meer zo lekker in Italië en dan uh, ga je kijken wat de mogelijkheden zijn. Nou ja, hoop opties gehad, ook in Italië, maar ik wou gewoon uh, echt weer plezier vinden in het voetbal. En uh, ja, uh, oost-west, thuis-best. Ja, dat is leuk om te horen, dat een jongen die vanuit de opleiding zeg maar, de stap naar een toploop heeft gemaakt, toch terug wil keren bij de club waar alles begonnen is. En het ging best snel, denk ik, als je, als je het allemaal een beetje zo volgt. Ik bedoel, er zijn geen keiharde onderhandelingen voor nodig geweest. Nee, helemaal niet zelfs. Ik bedoel, ik denk dat het gistermiddag rond een uur of twee was dat je een belletje krijgt. En dat je eerst eigenlijk verbaasd met elkaar kijkt van, nou, is dit echt waar? En dan bel je met elkaar en dan hoor je dat, die, dat Ricardo zo enthousiast is dat hij echt alleen maar naar ADO toe wil. En de onderhandelingen zijn eigenlijk heel makkelijk gegaan. En uh, vandaag komt hij hier naartoe. Is dan de doorslaggevende factor dat je een goed gevoel altijd hebt gehad met deze club? Ja, ten eerste de club. Hartstikke fijn, het is ook mijn stad, ik kom hier vandaan en uh, daarbij komt ook nog eens dat ik een goede band heb met de trainer en we kennen elkaar goed. Dus ja, het cirkeltje was wel rond. Heb je nou vooraf dat je uh, besloot om hier te komen ook nog even, even met de trainer gesproken bijvoorbeeld? Ja, nee, ja zeker. Uh, hij belde me gelijk op in de middag en toen hebben we even uh, gesproken. En uh, heeft hij me verteld wat hij, hoe hij erover dacht en uh, ik waarom ik dit graag zou willen. En ja, dat is altijd wel goed om uh, van tevoren even met elkaar te praten. Denk je dat de aanwezigheid van Vond Schoenendijk hier voor Ricardo nou ook een reden is geweest om voor deze club te kiezen? Nou ja, dat denk ik wel met zijn verleden bij Ajax. En ook uh, het feit dat hij gewoon um, goed is in uh, omgaan met jonge spelers. Um, ik speel als jonge spelers bij Ajax, uh, wie ja, toch wel. Um, ja, op een voetstuk snel worden geplaatst. om die toch weer gewoon in het gereel te houden. Dat is een van de kwaliteiten van Fonds. En kijk, de overige stafleden. Uh, Dirk Heesen en Edwin de Graaf zijn. zijn ook mensen met kwaliteit. Dus ik denk dat wij met elkaar. Uh, er zitten oudere spelers in die al alles hebben meegemaakt. en er zitten jonge spelers bij die talentvol zijn. en nog een grote carrière voor zich hebben. die moeten wij helpen tot goede prestaties bij ADO. En dan ja, wellicht weer naar een topclub elders. Weer be fit? Ben je klaar? Ja, ik heb heel de voorbereiding gewoon gedraaid. Dus uh, wedstrijd ben ik nog niet 100%, maar uh, verwacht ik niet veel problemen mee. Ja, een Alo kan wel wat gebruiken, want je weet ook hoe we ervoor staan. Ja, geen goede start gehad, dus uh, snel keren, ja.